Mario, het is tijd voor actie, vriend. Yo, Nintendo fans, welkom bij een gloednieuwe Super Mario 64 video. Daar gaan we weer op pad met Mario. En vandaag pakken we deze deur, want deze hebben we nog niet gehad. What up, poe! Maar Mambo, kom eens hier, vriend. Kom hier. Ik hoor hem. Dit zijn geen muntjes, dit zijn Booskies. Hallo? Booski, kom hier. Kijk, oké. Ik heb een kooi gepakt. Oh, en we kunnen in de kooi. Ja, en dan gaan we naar... Ja, we gaan naar Spookstad. Let's go! Oeh, dit is gewoon Mario's Mansion. Geen Luigi's Mansion, gewoon Mario's Mansion hebben we hier. Als je dit vet vindt, doe een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dan ga ik eens even kijken hoe ik deze mansion binnenkom. Kan ik gewoon door de voordeur? Oh, nou, chill. Zo, deze muziek is wel sick. Deze muziek is vet duister, jongens. Oké, waar moet ik naartoe? Ik zie hier sowieso een rood muntje. Moet ik nu alle rode muntjes gaan pakken? Niet vallen! Ah! Oké, hier is ook een boekie. Kan ik hier overheen? Ja, lekker maar. En Mario! Oh my god. Huh? Oh, wacht even. We vallen gewoon in het water. Super chill. Ik dacht dat ik gelijk dood was, maar dat valt mee. Oh, een draaiwiel. Wat is dit? En nu? Waar zijn we nu? Ik zie hier rechts een deurtje volgens mij, ja? En hier nog een deurtje. Yo, dit is wel echt een super sick kasteeltje. Waar moet ik naartoe dan? Oh, kijk, ik kan hier naar boven. Nice, we kunnen hier op. Bedankt voor deze lift. Oh, oog. Oh, dit is een... Ah! Dit is een oog van Zelda. Gaat dit oog ook schieten? Ik kan er niks mee, hè? Nee, we gaan door. Oh, we zijn weer buiten. Ik ga even naar de achterkant van het kasteel. What? Oké, spinnetjes. Spinnenwinnetjes. Ja, laat maar zitten, die spinnenwinnetjes. Oké, ik denk dat we gewoon weer door de voordeur moeten. Pak ik even een ander deurtje. We pakken even dit deurtje. Oh, maar dan kom ik hier uit. Daar kom ik net vandaan. Hier ben ik naar beneden gedonderd. Oké, dan pakken we toch weer een ander deurtje. Pakken we dit deurtje. Wat is hier gaande? Weer zo'n oogbal? Wat is dit? Oh. Ik verbrand mijn Ari. Waar moet ik naartoe? Meneertje Boe, deze stoelen bewegen. Nee. Ik wil geen boek op mijn hoofd. Wacht even, we kunnen wel, denk ik, dit muntje hier pakken. Ja, top. En dit muntje hier kunnen we ook pakken. Hoppakee, met een backflippy. Lekker, hier zitten er dus gelijk twee. Wat is dit voor poster trouwens? Ik ken deze poster niet van de muur. Dit is een nep poster, ik vertrouw die poster niet. Posters van spoken moet je nooit vertrouwen. Wat is hier gaande? Een piano. Kan ik hier op ground pounden? Nee, dat is duidelijk niet de bedoeling. Oh, maar daar is wel een muntje. Lekker. Onder de piano is een muntje. Oké, nummertje 4. Nog 4 te gaan. Yo, maar waar is de rest dan, joh? Zit de rest dan beneden of zo? Zit er nou weer iemand merch te bestellen, hè? Mandy, dankjewel voor het bestellen van de merch. Wil je ook merch? Check de link in de beschrijving, want we hebben hele toffe merch tegenwoordig. Er is sowieso iets met deze ogen, man. Ja, wacht even. Ik ga eerst maar eens proberen om deze boost te verslaan. Kan ik jullie ground pounden of zo? Kan ik... Oh, wacht. Ja, ground pound hem. Lekker. Ghost... Don't die. Oftewel, spoken gaan niet dood. Kunnen we hier uitkomen? Levend wordt er nu gevraagd. Jawel. Ja, tuurlijk. We moeten dus de spookies killen. Ik had er ergens nog één gezien. Ja, dat was hier. Wacht, ik pak even de andere deur. Oh, hier is er ook nog één. Kom maar. Kom nou. Ik moet je pounden. Ja, hallo. Poepspook, die liet zich gewoon niet pounden. Jullie weten niet, hè? Ik ben de poundkoning. Oké, weet je wat? Toch eerst maar deze dan. Kom eens hier. Laat me jou even pounden. Hier. Lekker. Oké. Dit is wat we moeten doen. Nu die laatste nog. Die zit als het goed is daar. Kom maar, boertje. Hoppakee. Nice. Ik denk dat dit de laatste is. Ik heb volgens mij niet meer spookjes gezien als dit. Toch wel? Is er nog ergens een andere spook? Is hier nog een spook? Ja! Daar was nog... Zie je, er zat een spook daarachter. Oh, geluidje. Dat betekent dat we iets gehaald hebben, jongens. Ik zag heel dat spook niet, hè? Die was puur op intuïtie. Wat? Mega spook! Oké, is dit een kwestie van backflippen of zo? Ground pound, lekker! Ja, dat is de bedoeling. Dat is sowieso de bedoeling. Let's go. Oké, ik ging er nu gewoon... Oh, nee, ik ging er niet overheen. Ik dacht, ik ging er overheen. Kom dan. Kom maar. Hij is kleiner al. Hij is al kleiner. Lekker! Dus dit moesten we doen.
We moesten helemaal niet de muntjes kapot maken. Hè? We moesten de boertjes kapot maken. Lekker! Hoppakee, dan hebben we deze ster ook hier in het boerkasteeltje. En een high score, hè? Ja, je weet zelf, je weet zelf. Het is ook de eerste keer dat ik dat level speel. Dus het is nogal logisch, hè, dat ik een high score heb. Ride Big Boost Merry-Go-Round. Wat? Oké, we moeten een soort van draaischijf van Big Boo. En ja, ik denk dat ik weet... Volgens mij is die beneden. Maar ik ben nu alleen heel benieuwd wat er ook hierboven nog te vinden is. Want we kunnen nu dus naar boven. We zouden dus nu ook de rode muntjes kunnen gaan pakken. Weet je wat? We gaan gewoon naar beneden. We gaan gewoon doen wat het spel volgens mij van mij vraagt. Kijk, je hoort hier al het geluidje van een draaiwiel door ding, door attractie. Ja, oké. Oké, er komt nu vuur uit. Wat moeten we doen? Oh, kijk, boertjes. Moet de boertjes kapot gaan maken, denk ik. Kom eens hier, vriend. Kom eens hier, laat me je pounden. Als een quarter pounder. Lekker. Beam. Oké, dat is 4. Nog één. Hier, die voor jou. Lekker. Oké, Big Boo. Big Boo, de grote baas. Hatsaflatsy. Kom maar. Hatsaflatsy. En nog een keer. Hatsaflatsy. Oh, geen Hatsaflatsy. Rip. Hatsaflatsy! Lekker! Oké. Jongens, we zijn de spookies de baas. We gaan heerlijk. De volgende ster is in de Pokeroni. Lekker bezig, Blok Mario. Ik heb de smaak te pakken hier in deze boerwereld. Wat moeten we nu doen? Het geheim van de boeken. We moeten toch naar de bibliotheek. Hier is een geheim van boeken. Auw. Kijk, maar deze gaan hier niet uit. Oh, ik moet ze slaan. En waarschijnlijk in de juiste volgorde of zo. Eerst deze, denk ik. Ja? Deze? Ja? En dan deze. Oké. Er is iets gebeurd nu. Ah, kijk. Het deurtje gaat open. We kunnen door. En hier is al de ster, jongens. Expelliarmus! Expecto Patronum! Harry Potter dingen. Hallo, Boe. Ik ben er weer. Ik wil het volgende level doen. Oké, we moeten nu de 8 rode muntjes gaan zoeken. We hadden er eigenlijk al 5 gevonden. De eerste 2 zijn in deze kamer. Hier boven op de kast. En hier boven op de kast. En dan ga je door dit deurtje zo. En dan heb je hier deze piano. Achter de piano is namelijk ook een rood muntje. Even kijken, zat er hier ook één? Volgens mij zat er hier op dit platformpje ook één. Ja, nummer 4. Anyway, het 5e rode muntje wat we hadden gevonden was hier ergens boven. Ja, die lag hier aan de overkant. Op dit rooster, ja. Voor zover ik weet konden we hier voor de rest niks doen. Nee, oké, dan gaan we terug. Sla ik even een deurtje over, dan gaan we hier naartoe. Oh nee, hier was die ster. Die hadden we gepakt. Dat was de boekenkastruimte. Dan hebben we hier nog 2 deurtjes. Hier is weer een oog. En dan kunnen we hier naartoe. Oh, wow, wat? Gewoon grafkisten, grafdingen in Mario? Wat? Ik heb in ieder geval 1 rood muntje te pakken nu. Ah, er ligt hier nog één. Maar ik zat een beetje vast in de grafkist. Dat is nooit fijn, jongens. Pak hem! Lekker. Oké, dan gaan we nu terug. We moeten er nog 1. Ja, die moet dan wel hier zitten, denk ik. Hallo? Oh, brulboeken. Ja, kijk, hier is die. En waar kunnen we dan de ster gaan halen? Nou, heb ik ergens gezien waar die ster zou moeten verschijnen. Volgens mij was dat... Ah, ja. Dat was hier. Ja, lekker. Oké, dan. Lekker hoor, de 4e ster hier in deze Boo Mansion. Of moeten we zeggen Mario's Mansion. Kijk, dit vind ik eerlijk gezegd wel leuke leveltjes. Ik weet niet wat het is, maar heel veel leveltjes in Mario 64 zijn niet echt mijn ding. Maar dit vind ik leuke leveltjes, jongens. Als je dit ook leuke leveltjes vindt, doe even een blauw duimpje omhoog, hè. Dan gaan we eens eventjes kijken of we nog een sterretje kunnen pakken. Big Boo's Balcony. Oftewel, het balkon van grote Boo. Als ik aan een balkon denk, dan denk ik dat dat in ieder geval boven moet zijn. Waarom zit dit hier? Wat is dit? Kom je daar op, joh? Ja, dan moet je wel walljumpen. Maar hoe doet hij... Oh, Mario kan wel gewoon walljumpen in deze game. Echt serieus. Dit was echt het begin van walljumpen, volgens mij. Ja, lekker. We zijn er. Oeh, lekker, man. Oké, dit ging best wel nice. Zijn we dan nu op het balkon? Nou ja, ik denk het niet. We kunnen nog wel blauwe muntjes pakken. Oké, die hebben we. Wacht even. Ik denk dat we sowieso hier naartoe moeten. Oh, nee. Daar is grote Boe weer. Ja, lekker. En ground pounden. Hoppa. En nog een keer lekker. Oh, die... Huh? Ik ging er dwars doorheen. Wat was dat? Dat was even de supertruck van King Boe, volgens mij. Man. Oké, we moeten hier nog verder naar boven. Ik denk dat ik via die kant daar probeer te gaan of zo. Oké, go. Jumpy.
Ja, nice, nice, nice. Oké, oké. En dan kunnen we hopelijk nu hier naar boven. No! Ja, zo? Lekker? Ja. Yeah. No! No! Mario! Dude! Oh man, we gingen zo goed. Oké, let's go. Die eerste ging net goed. Gewoon zo en dan rennen, ja? En dan zo en dan nu daar naartoe rennen. Misschien red ik dit ook wel. Gewoon zo. Kom op naar boven. Ja. Ja, 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 ja. Lekker. Woo! We zijn er. Uppie. Nice. En sterretje nummer 20. Heerlijk dit. Dat was hem. We hebben weer 5 sterren gehaald. 10 sterren is net iets te veel voor in zo'n video. Maar 5 moet wel lukken. Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's op je bolle beeldscherm op YouTube. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Mazzel!